Waarde parochiegenoten. Toen ik begon met schrijven, toen had ik één grote wens. Dat ik ooit nog eens vanaf een kansel een sermoen mocht afsteken. Hier in de Geertekerk. En die wens gaat nu in vervulling. De zin, toen ik begon met schrijven, had ik één grote wens. Die heb ik aan het begin van mijn schrijverschap ontwikkeld als een vast stijlfiguur. Zoals iedere schrijver die wel eens moet spreken in het openbaar vaste stijlfiguren heeft. En het viel mij op dat die beter werkte als de omgeving nogal lullig was, zeg maar. Als ik begon een lezing met, toen ik begon met schrijven, had ik één grote wens dat ik mocht voorlezen in de noodbibliotheek van Appingedam. Dan werkte die beter dan als ik zei, toen ik begon met schrijven, had ik één grote wens dat ik mocht speechen bij het uitspreken van het winnen van het Gouden Ezelsoor. Want dat laatste was namelijk waar. Waarom dat zo is, dat zal hoop ik u in dit sermoen te kunnen uitleggen. Betekent overigens niet dat het niet mijn grote wens was om ooit nog eens in Utrecht, mijn thuisplaats, als een profeet in eigen woonplaats, hier te mogen spreken over iets wat mij na aan het hart gaat. Ik heb niet vaak in kerken mogen speechen. Ik merk ook aan mezelf dat ik langzamer speech dan normaal. Ik heb getoerd door het land samen met Bart Chabot en Martin Bril. En het viel op dat iedere zaal zijn eigen dynamiek en karakter heeft. En het was zelfs een experiment wat we ooit hebben bedacht. Dus het idee was dat we geblindeerd zouden worden ontvoerd naar willekeurig welke plaats in Nederland. Dus men zou ons ophalen, blinderen, in een geblindeerd busje rondrijden, een paar uur lang tot we ergens waren. En dan speechen zou je dan aan een zaal kunnen horen waar je voorleest. Als je voorleest in Brabant, dan wordt er heel erg goed gelachen. Het is aangenaam om in Brabant en Limburg sermoenen af te steken. Als je voorleest in Groningen of in Friesland of de kop van Noord-Holland, dan is dat anders. Dan wordt er minder hard gelachen. Het vreemde is, ontdekte Martin Bril op een gegeven moment, als je in Brabant voorleest, dan wordt er hard gelachen, maar er worden nauwelijks boeken verkocht. Terwijl als je in Groningen voorleest, wordt er nauwelijks gelachen, maar er worden heel veel boeken verkocht. En dat is een groot verschil. Ik weet nog dat we op een gegeven moment, na afloop van een theatervoorstelling, dat Martin vroeg aan een Groningse meneer van, vond je het eigenlijk wel leuk? En dat zo'n man met een boek in zijn hand stond, ja, enorm gelachen. Enfin, ik wil u tijdens dit sermoen vermijden met wat gedachten over humor en literatuur, zoals Ed ook al aankondigde. En ik kwam op deze invalshoek omdat op de ochtend dat ik werd gevraagd of ik hier een praatje wilde houden en ik schuimend van enthousiasme had opgehangen. Toen werd ik daarna gebeld door mijn beste vriend, Bert Natter. En Bert is schrijver. Wij hebben hier jarenlang in Utrecht samengewoond. In een studentenhuis in Zuilen. Bert werkte hier net om de hoek op de Springweg bij uitgeverij Quadraat. En Bert is inmiddels romancier. Die heeft een prachtige roman geschreven. Begeerte heeft ons aangeraakt. Een boek dat zich al in 2 literaire prijzen heeft mogen verheugen. In ieder geval, Bert was trots op dat boek, is trots op dat boek. De hoofdpersoon van het boek heet, voor wie het wil gaan lezen, Lucas Hungtburt. Dat spel je H-U-N-T-H-G-B-U-R-T-H. Omdat namen in de Nederlandse literatuur vaak een beetje raar moeten worden opgeschreven. In ieder geval, Bert kwam op een gegeven moment een redacteur van het programma Knetterende Letteren op straat tegen. Een redacteur die dat boek ook gelezen had en ervan had genoten. Een literair radioprogramma. Het klinkt een beetje als een linkse hobby. Ik begreep ook dat de subsidie ervoor geschrapt gaat worden. Nou, dat zou kostelijke zonde zijn, want het is een zeer aangenaam programma. Was een zeer aangenaam programma. Zij het dat Bert's uitnodiging om daar langs te komen op een gegeven moment werd afgebeld. Met als reden dat men enorm van het boek had genoten, maar dat er te veel humor in zijn boek zat. Zoals de redacteur zei. Net als met het voorbeeld van Henk Vigée. De humor, zoals de meneer zei, overschaduwde het drama. Er zat te veel humor in het boek. Nou, Bert was daar ontstemd over. En ik moet zeggen dat ook mij dat toch kwaad stemde. Afgezien van het feit of het waar is of niet, is het een bijzondere redenering. Blijkbaar staat het dramatische in de literaire hiërarchie boven het humoristische. Humor lijkt een ondergeschoven kindje in de Nederlandse literatuur. Daar wil ik zo op doorgaan, maar het lijkt me nuttig om eerst eventjes met elkaar te bekijken wat humor is. Ik heb mij een beetje op dat onderwerp gestort. Aanvankelijk met een gretig enthousiasme, maar later met vermoeidheid en ook bijna afkeer. Mijn hoop en verwachting was dat door het lezen over humor
ik voortdurend in een geamuseerde staat zou verkeren. Alsof ik mij, wanneer ik mij zou verdiepen in het onderwerp menselijke seksualiteit, ik mij voortdurend in een staat van opwinding zou bevinden. Beide gevallen natuurlijk redelijk onzinnig. Er is over humor ongelooflijk veel verschenen, veel geschreven. Het ene boek nog saaier dan het andere. En ik kondig ook aan dat de rest van mijn lezing van enorm onhumoristisch zal zijn. Als ik een voorbeeld zou lezen, een boek wat ik met plezier tot me heb genomen van professor Van den Berg. Constanten in de komedie, een onderzoek naar de komische werking en ervaring. Nou, dan blijkt na pagina's dat lezen over humor op zich niet humoristisch is. Enfin, er zijn enorm veel theorieën, filosofieën en invalshoeken als het over humor gaat. De meeste gedachten over humor zijn de afgelopen 25 eeuwen alleen niet zo heel erg positief geweest. En het is opmerkelijk omdat wij humor heden ten dagen als het smeermiddel in de sociale omvang ervaren. De beste avonden in ons leven zijn de avonden waarop we goed hebben gelachen. He, een leuk familiefeest is pas geslaagd als een tante in haar broek heeft gepiest van het lachen. Desalniettemin, die vraag om humor, die worden de grote denkers niet beantwoord. De grote denkers in het verleden hebben schaamteloos op humor ingehakt. Ik heb een klein lijstje voor u gemaakt. Plato noemde lachen het slaken van rare kreten. De lach kwam voort uit een mengeling van pijn en genot, vond Plato. Lachen reflecteert onze ongemakkelijke omgang met het onzegbare. Plato noteerde, je krijgt er allerlei kleuren door, je trekt er allerlei gezichten van, je hapt er op allerlei manieren door naar lucht, waardoor je helemaal van streek raakt en rare kreten gaat slaken. Plato zo ook, lachen is een oefening in doodgaan. Nou, daar konden we het mee doen. Volgens Democritus lachen we uit spot. Het menselijk bestaan is immers onbeduidend. De lach is een teken van een zieke geest. En het past alleen de goden om onblusbaar te lachen. Lachen werd bij veel monnikenkloosters gezien als de meest afschuwelijke, obscene manier om de stilte te verbreken. René Descartes dacht dat de lach ontstond door een gas, dat vanuit het bloed de longen opblies. Kant zei, lachen ontstaat door een plotselinge omslag van een hooggespannen verwachting in niets. Volgens Kant is lachen het vellen van een oordeel. De lach is zowel het falen om de waarheid te vatten, als de tijdelijke genoegdoening voor dit gebrek. Volgens Darwin, en nu kom ik bij de titel van mijn praatje, was lachen aangepast blaffen. En glimlachen aangepast lachen. Blaffen om de roedel op de hoogte te brengen van goed nieuws. Van de ontdekking van een prooi. Dus op het moment dat er een roedel honden een prooi vindt, begint men te blaffen. Om andere honden te laten horen, er ligt hier wat. Lachen zou hetzelfde zijn, volgens Darwin. Baudelaire vond lachen een zenuwkramp. Hobbes zei, lachen komt vooral voor bij mensen die zich ervan bewust zijn dat ze over maar weinig bekwaamheden beschikken. Baudelaire zei ook, is er een duidelijk blijk van zwakzinnigheid denkbaar dan zo'n zenuwkramp? Volgens Freud was lachen een hoeveelheid onbruikbaar geworden seksuele energie. Bergson zei, er zijn drie noodzakelijke voorwaarden voor de lach. De menselijke vorm, de geestelijke afstand en de publieke bijval. Een reactie waarop levendigheid is verruild voor mechanica. Lachen is de wraak van de maatschappij op vrijpostig gedrag dat men zich ten aanzien van haar heeft gepermenteerd. En ook nog een Nederlandse gedachte van de jeugdige filosoof Koen Simon, die schreef, de mens is het enige wezen dat het vermogen heeft om de wereld niet te begrijpen en daarom lachen we. Enfin, de meeste gedachten over humor waren niet positief en humor werd door veel denkers beschouwd als iets van het volk. Ook in religie, nu we er toch zijn, werd humor niet hoogelijk gewaardeerd. Er is geen enkele bewijsplaats in de Bijbel voor het feit dat Jezus wel eens gelachen zou hebben. Hij doet bijna alles wat normale stervelingen ook doen, maar nimmer lezen we een glimlach op zijn lippen. Mohammed zou volgens de overlevering wel degelijk eens hebben gelachen, vooral als hij zich vermeide met zijn echtgenotes. Ook zou hij hebben geglimlacht tijdens de volkerenmoord van Kurasia.
waar ongeveer 700 mannen in de greppels werden onthoofd, maar die glimlach zou niet te maken hebben met de afslachting. Sterker nog, toen een vrouw die toekeek naar de slachting hardop moest lachen, riep zij de toorn op van Mohammed. Hij vond haar lachen ongepast. Volgens een geschiedskundige zouden we dit kunnen interpreteren als een hardhandige daad van piëteit van de kant van Mohammed tegenover de mannen die hij aan het doden was. Nou, dat laat mij dan weer in schaterlachen uitbarsten. Enfin, toen de Renaissance, tot aan de Renaissance, werd ernst gezien als het enige redmiddel om de waarheid te beschrijven. Humor was, bijvoorbeeld tijdens carnaval, een manier om de natuurlijke orde der dingen te ondermijnen en dus bij voorbaat verdacht. Er waren ook denkers en schrijvers die positief dachten over humor. Goethe vond het een van de elementen van het genie. En dat waar hij zelf toch meer een jankert was dan een lachbekje. Mark Twain vond dat het menselijke ras slechts één effectief wapen had, namelijk de humor. En de Dalai Lama, zei eens dat hij het soms nuttig vond om grappen te maken. Dan raken je hersens meer open. Dat is nuttig om nieuwe ideeën te krijgen, want als je te serieus bent, dan schieten je hersens op slot, zei de Dalai Lama. Goed, een paar jaar geleden kreeg ik tijdens een etentje van een literair tijdschrift een felle discussie met een dichter, Henk Spaan, en een striptekenaar, Gerrit de Jager. Het onderwerp was humor. Mijn stelling was dat het in principe mogelijk moet zijn om humor te analyseren, om te onderzoeken waarom een grap grappig is en waarom in bepaalde tijdvlakken mensen dingen leuk vinden die ze in later tijdvlakken niet meer waarderen. Ik denk dat je een regel kunt opstellen waarom humor leuk is. Spaan en de Jager waren het absoluut niet met me eens. Sterker nog, ze werden er boos om. De wetenschap moet met zijn jatten van humor afblijven, want op het moment dat je een grap probeert te duiden, is de lol ervan af. Humor moet je ondergaan en niet bestuderen. Nou, dat kunnen wetenschappers natuurlijk niet accepteren. En niet dat ik een wetenschapper ben, maar ik ben wel altijd geïnteresseerd geweest in mensen die humor proberen te onderzoeken. Het probleem is alleen, zoveel wetenschappers, zoveel meningen over het gebruik van onze lachspieren. Over twee dingen is iedereen het eens. Lachen en humor zijn afzonderlijke zaken, dat is één. En lachen is gezond. Maar daarmee houden de overeenkomsten op. Waarom lachen we is een totaal andere vraag dan de vraag wat is humor? Uit een onderzoek van de Amerikaanse etoloog Robert Provine blijkt dat mensen voornamelijk lachen om dingen die in de verste verte niets met humor te maken hebben. Als mensen elkaar bijvoorbeeld op straat tegenkomen, dan beginnen ze spontaan te bulderen van de lach om hilarische opmerkingen als: heb je nog een sigaretje voor me? Of: nou, ik ga er maar weer eens vandoor. Misschien moet u daar straks bij de nazit maar eens op gaan letten. De dingen waarom u lacht. Het lijkt erop dat lachen een duidelijk signaal is aan de omgeving dat men zijn gesprekspartners mag en dat men zich goed voelt. Dat hebben wetenschappers onderzocht en dan wetenschappers, zeg maar, de sociaal-psychologie. Vanuit de sociaal-psychologie turven hoe vaak mensen om elkaar lachen. Lachen zegt ook iets over de sociale hiërarchie. Als iemand die hoog staat in de hiërarchie een grap maakt, dan lachen mensen die lager staan harder en volmondiger dan andersom. Dus als iemand die laag staat een grapje maakt, wordt daar minder om gelachen. Om de al dan niet leuke grappen van sociaal hoger wordt dus harder gelachen. De Nederlandse bioloog Frans de Waal ziet bij een groep lachende mensen dezelfde mechanismen als bij een groep huilende wolven. Ze dragen beide solidariteit en verwantschap uit. Overigens lijken vrouwen, dit even terzijde, harder en vaker te lachen dan mannen. En ook lachen vrouwen vaker om mannen dan andersom. Provine onderzocht contactadvertenties waaruit bleek dat vrouwen over het algemeen bij hun partnerkeuze gevoel voor humor erg belangrijk vinden. Mannen met gevoel voor humor hebben dus een kleine voorsprong op saaibekken en lachloos. Nou is iemand aan het lachen maken op zich niet zo heel erg moeilijk. Er zit ergens in de hersens een plekje dat je met een elektrode kunt beroeren en dan lacht iemand zich helemaal het apenzuur. In de sociale omgang werkt dit natuurlijk niet zo heel erg goed. Ik zie mezelf op familiefeestjes of in het café mijn toehoorders niet zo snel aansnoeren met elektronica. Maar goed, wat is gevoel voor humor? Aristoteles was de eerste wetenschapper die hierover een boek schreef, zoals hij op bijna alle wetenschappelijke fronten als eerste zijn pen beroerde. Volgens hem is alle humor erop gericht om mensen naar beneden te halen,
grappen over de slechte, te bespotten of iemand slachtoffer te maken. Om even terug te komen op lachen als graadmeter van de sociale hiërarchie. Sociaal hogeren mogen dan leukere grappen maken. Ook zij worden daarentegen wel vaker uitgelachen en belachelijk gemaakt. Volgens de Engelse humoroog Oliver Dubble gaat het nog verder. Humor bevat altijd één van de volgende elementen. Agressie tegen een derde partij, een ongerijmdheid of een uitlaatklep voor antisociale gevoelens. Op dit punt wil ik graag iemand introduceren. Viktor Sklovsky. Ik ga het even voor u spellen, omdat ik het straks ga overhoren. S-J-K-L-O-V-S-K-I. Viktor Sklovsky. Dat was een Russische formalist die ruim 80 jaar geleden een spraakmakende theorie ontwikkelde. Sklovsky was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van een groep literatuurtheoretici die zich de Russische formalisten noemde. Het is de grondlegger van de moderne literatuurwetenschap, totdat Stalin zich ermee ging bemoeien en onverhoeds een stuk of miljoen Russische formalisten om gezondheidsredenen stierven. Sklovsky heeft een zeer interessante term geïntroduceerd, het vervreemdingseffect. Hij schreef een artikel, De kunst als procedé, waarin hij stelde dat de werkelijkheid steeds op dezelfde manier wordt bekeken. En als men de werkelijkheid steeds op dezelfde manier bekijkt, dan is men blind voor de ware aanblik. Of, zoals Sklovsky zei, het gewone wordt niet waargenomen, niet gezien, maar alleen herkend. Volgens Sklovsky hebben alle kunsten het vermogen om de automatische wijze waarop men naar de werkelijkheid te doorbreken. Door deze werkelijkheid op een andere en eigenzinnige manier te laten zien. Doel van een schrijver of kunstenaar kan zijn om een voorwerp of een gedachte of een overtuiging van zijn vertrouwdheid en van zelfsprekendheid te beroven. Hierdoor moet de waarneming van de werkelijkheid worden, zoals Sklovsky zei, geprovoceerd. Een schrijver zou ernaar moeten streven om de heersende literaire normen te doorbreken en af te wijken van het bestaande. Dat vervreemdingseffect, dat is een nogal belangrijke truc uit de literaire trucendoos. Sterker nog, ik denk dat het vervreemden van de werkelijkheid een meer dan belangrijk ingrediënt van kunst is, om maar te zwijgen van humor. Ik zal u een voorbeeld geven van dat vervreemdingseffect. Een paar jaar geleden had Paul de Leeuw in zijn programma, wellicht kunnen ze dat herinneren, een show waarin een jongetje Gordon mocht nadoen. En dat jongetje, dat bleek in feite Keesje te heten. Het was een heel schattig kereltje. Leek een beetje op Gordon, prins Willem-Alexander's favoriete zanger. Dat was ook wel de enige overeenkomst, want hij zong zo vals als toen heet. En hij begon te zingen en Paul de Leeuw, het was een live-uitzending, die liep rondjes. En op een gegeven moment, Paul liep naar hem toe, die rukte de microfoon uit zijn handen en die zei, allemachtig, wat zing jij vals? Wat ben jij eigenlijk een vervelend ettenbakje. Je hebt een leuk smoeltje, zei hij, maar zingen kan jij niet. Jouw ouders vinden het natuurlijk leuk dat jij nou op televisie komt en dat je zo'n lekker bekje hebt. Maar ik trek het niet meer. Weg met jou. Je bent een klein ettenbakje opdonderen. Nou, wat er gebeurde was ontstemming in de zaal, ontstemming in het publiek, ontstemming in het land ook. De volgende dag moest Paul de Leeuw in het 8-uur-journaal zijn verontschuldigingen aanbieden. Want hij had een jongetje afgezeken zoals hij alle andere gasten in zijn programma destijds afzeker. Misschien doet hij dat nog steeds wel. Dat was een vervreemdend effect. Dat jongetje dat wist dat hij afgezeken ging worden. Dat was het neefje van Hanneke Groenteman, die toen redactrice van het programma was. Maar dat was een in scène gezette actie van Paul de Leeuw om de werkelijkheid te vervreemden. En op het moment dat Paul de Leeuw tegen dat mannetje uitvaart, wat er dan gebeurt is dat in een primitief deel van onze hersens, dat genaamd het limbisch systeem, dan wordt er iets geprikkeld. Wij krijgen reacties als dat gebeurt. Wat we noemen vechtreacties, vluchtreacties. En er worden op dat moment heel erg veel stofjes in onze hersens gemaakt. Dus dat vervreemdende effect, er gebeurt iets dat niet kan, zorgt ervoor dat onze hersens snel aan het werk gaan om endorfine aan te maken, adrenaline, weerstandsverhoger, etc. Als vervolgens blijkt dat we het allemaal niet zo serieus hoeven te nemen, dan blijven die stofjes hangen. En een filosofie van moderne literatuurwetenschappers is
dat niet alleen we lezen om ons te vermaken, maar dat kunstenaars, schrijvers, cabaretiers ook een soort dealers van stofjes in ons hoofd zijn. Dat door te lezen we drugs aanmaken en een heel klein beetje high worden. Als ik op scholen ben en ik moet voorlezen uit mijn boeken, dan vertel ik wel eens over Hans Theeuwen, die een prachtige show had op een gegeven moment, waarin hij dat vervreemdingseffect ook mooi liet zien. Toen zei hij op een gegeven moment, oké, ik wil een assistent uit de zaal. En ik wil niet zomaar assistent, ik wil het knapste meisje, de mooiste vrouw uit de zaal. Even het zaallicht aan. Dan wordt het zaallicht aangedaan. Dan loopt hij naar de eerste rij. Dan gaat hij wijzen, even kijken hoor. Ik wil een mooie vrouw, een mooiste vrouw. Gaan we eens even kijken. Lelijk. Nou, er wordt in de zaal nu al gelachen. In de context waarin Hans Theeuwen dit zegt, kan dit gezegd worden, namelijk, we zijn hier in een theater. Dat vervreemde effect heeft ermee te maken dat je doorhebt, dit is maar gespeeld. Stel dat we hier naar buiten zouden lopen en we zouden daar Hans Theeuwen tegenkomen bij de ingang, die voortdurend op mensen gaat wijzen, lelijk, dan komt dat waarschijnlijk veel minder grappig over. Naar het einde van de vorige eeuw begonnen heel veel wetenschappers zich af te vragen of het mogelijk was om het effect van humor in een systeem te vangen. Kunnen we iets zinnigs zeggen over humor? Zouden we een formule kunnen vinden die humor kan verklaren en voorspellen? En ik vind het prettig om u nu te mogen melden, zo'n formule is inderdaad gevonden. Sterker nog, ik heb hem even voor u uitgewerkt. Dit is de formule. Als u wil meeschrijven, hou ik u nu tegen. EH is PE maal C gedeeld door TP plus BM. Hij is ontwikkeld door Igor Krichtafovich, die naam zal ik ook even spellen. Krichtafovich, ik ga hem u zo over horen. Dat is een naar Amerika geëmigreerde Russische wetenschapper en was een satirische dichter in zijn moedertaal. Die heeft honderden boeken doorworsteld, een analyse gemaakt over alle figerende theorieën en uiteindelijk dat allemaal samengevat in deze formule. EH staat voor het effect van humor. Het effect van humor is lachen. Dat klinkt als een open deur, maar er zijn wel een klein beetje wat haken en ogen. Kijk, als ik in de beslotenheid van mijn werkkamer naar een show van Hans Theeuwen kijk, vind ik dat heel erg leuk en toch zit ik niet te lachen. Komt mijn zoon van 13 vervolgens mijn kamer binnen en gaan we samen zitten kijken naar diezelfde show, dan zitten we beide te bulderen van de lach. Het effect van humor is dus niet alleen afhankelijk van de show van Hans Theeuwen, maar van nog meer dingen. Het effect van humor zou volgens Krichtafovich te maken hebben met onze PE, onze personal empathy. Humor raakt ons emotioneel. Een mooi literair voorbeeld is Doreen Wiersema, Utrechtse cabaretière, die een paar jaar geleden een prachtig liedje had gemaakt over Heleen van Rooyen. Heleen van Rooyen had weer een boek uitgebracht. Stout, of een tijdschrift geloof ik. Daar had Doreen Wiersema een liedje over gemaakt, dat ze bij de Wilderij door mocht komen zitten. Want ze is zo stout. Stout to be proud. Heeft ze op een lul gezeten, dan moet iedereen dat weten. En zoekt dan maar dekking, want dan schrijft ze weer een boek. En daar wordt in doorgenomen hoe ze klaar heeft liggen komen met een hele grote neger in de broek. Nou goed, een erg grappig liedje. Ik ben ervan overtuigd als Doreen Wiersema hetzelfde nummer had gemaakt over Moeder Teresa, dat de grap dan veel minder hard aan zou komen. Onder volwassen mensen. En misschien bij pubers als mijn zoon weer wat meer, maar goed, dat heeft te maken met de personal empathy die je voelt. Die C gedeeld door TP, daar kom ik straks nog uitgebreid op terug. Die C is de complexiteit van een grap. Als ik over straat loop en ik struikel, dan is dat een vrij eenduidige grap. Ik loop over straat en ik zie aan de overkant een bekende. En ik zie niet dat hier een lantaarnpaal staat. En ik klap vol tegen die lantaarnpaal. Weet ik zeker dat er uitbundig om gelachen zal worden. Dat is een vrij makkelijk te duiden grap. Dus er zit een complexiteit in humor. Als je dat deelt door de tijd die je nodig hebt om de grap op te lossen, kan je dat vermenigvuldigen met die personal empathy. De complexiteit van het raadsel. Dan hebben we nog de background mood, onze achtergrondstemming. Humor heeft een bedding nodig. De allereerste keer dat ik gevraagd werd om in Utrecht een lezing te houden, sowieso de eerste lezing die ik ooit in mijn leven deed,
Dat was hier bij de gereformeerde studentenvereniging, SSNU. En die hadden de club die dat organiseerde, dat heette in Nederland de SSS, Stichting Schrijversol Samenleving, met een kleine knipoog naar het verleden, afgekort tot SSS. En die hadden daar gevraagd om een jonge schrijver. Nou, ik was daar als jonge schrijver, mocht ik bij de SSNU komen voorlezen uit mijn... Ik wist niet dat het een gereformeerde studentenvereniging was. En ik begon voor te lezen uit mijn boek Ik ook van jou, waar vrijmoedig met liefde en geslachtsdelen werd omgesprongen. En ik had ook mijn beste vriend Bert Natter bij mij. En het viel mij bij het voorlezen op dat eigenlijk niemand zat te lachen, behalve Bert Natter. En op een gegeven moment, dat was ook wel leuk, zag ik zelfs een meisje dat te beleefd was om op te staan, maar wel met haar vingers op deze manier zat te luisteren. Laten we zeggen dat de background mood daar niet zo heel erg groot was bij mijn lezing. Kijk, als je als toehoorders betalen om bij een lezing aanwezig te zijn, dan, daar is onderzoek naar gedaan, dan lachen ze harder dan als ze naar een voorstelling gaan waar ze niet voor hebben moeten betalen. Hebben jullie moeten betalen voor deze lezing? Nee, hè? Goed, ik zal hem nog één keer zeggen. EH is PE, dus effect van humor, personal empathy, maal de complexiteit van het raadsel gedeeld die je nodig hebt aan de tijd om het raadsel op te lossen, plus de background moon. En nou zou het natuurlijk leuk zijn als ik dat hier tijdens het sermoen eens in praktijk ga brengen. Dus ik wil even dat u, ervoor gaat zitten. Ik ga u wat citaten van schrijvers voorleggen. Dit is een citaat van Kees van Kooten, het eerste citaat. Als liefde het antwoord is, wil je de vraag dan nog eens herhalen? Een voorzichtige lach. Personal empathy, dat zal met Kees van Kooten redelijk groot zijn. Complexiteit van de grap, dat is niet heel, heel groot. En de background moet, u zit gezellig in een kerk. Volgende citaat komt van Herman Brusselmans. Vrouwen hebben niet genoeg verstand om optimaal te profiteren van het feminisme. Er werd hier wat harder om gelachen, iets complexer dan de grap van Van Kooten. Personal empathy, ik zit even naar de man-vrouw verhouding te kijken, nou die valt ook wel mee. Ik heb een volgende, Tom Lanois. Hij is een beetje voor de gelegenheid uitgekozen. Het is maar goed dat ze Jezus hebben gekruisigd en niet verdronken, want anders hadden we nu met z'n allen een aquarium boven de deur moeten hangen. Ja, deze werkt. U lacht vrij goed. Personal empathy. Nou, misschien heeft dat met uw relatie met God of met Jezus te maken. En complexiteit van het raadsel, et cetera. Daar heb ik er nog eentje van Gerard Reven. En daar wil ik een ander effect van humor mee laten zien. Dit is een zin van Reven. Ik heb een paar schoenen gekocht die me alleen knellen als ik ze aan heb. Wordt weer wederom hard gelachen. Dit effect van humor was bij mij 1,59. De grap is dus dat wat je mooi aan deze zin kan zien, is dat als je een analyse maakt van humor, kan je aantonen waarom je zinnige dingen kan zeggen over humor. Want als je nou eens naar deze zin luistert. Misschien ook eventjes de vraag. Ik heb een paar schoenen gekocht die me alleen knellen als ik ze aan heb. Wat is daar het sleutelwoord? Wat is het belangrijkste woord uit die zin? Ik heb een paar schoenen gekocht die me alleen knellen als ik ze aan heb. Alleen wordt daar geroepen? Aan. Zeg maar, humorwetenschappers denken dat aan het sleutelwoord is. En dat kan je aantonen door de zin om te draaien. En dan kijken wat er overblijft. Deze zin is niet van Gerard Reven. Ik heb, even kijken hoor, alleen als ik ze aan heb, knellen me de schoenen die ik heb gekocht. Geen reactie. Is ook helemaal geen leuke zin. Dus, wat kan je technisch over deze zin zeggen? Hoe verder het sleutelwoord achterin een zin, hoe harder de lach. Dus als je het sleutelwoord helemaal achterin uw zin probeert te zetten, dan wordt er harder gelachen, althans, dan als hij voorin staat. Enfin, Igor Krikhtarevich ontwikkelde zijn humorformule met name voor de Russische literatuur. Nou heb ik het vermoeden, ik zou niet weten hoe we het hard moeten maken, dat humor in de Nederlandse literatuur, in vergelijking met bijvoorbeeld de Engelse,
dat humor erin een minder grote rol speelt. Frankrijk en Duitsland kennen eigenlijk geen grote humoristen. En in Scandinavië, nou ja, daar is het een en al zelfmoord wat de klok slaat. Die laatste formulering is over niet van mezelf, maar van mijn uitgever, Joost Nijssen. Ik heb een tijdje terug, een paar maanden geleden, voor de Volkskrant een stukje geschreven over humor en literatuur. En daartoe heb ik in mijn kennissenkring, volgens mij heb ik Ed en Ingmar er ook voor gevraagd, een questionnaire laten rondgaan met vragen over humor en literatuur. En het overkoepelende beeld dat naar voren kwam, nou, dat was echt wel duidelijk. Waren we maar Engels, schreef Corine Kolen, een beroemde journalist. Het laatst heb ik moeten lachen bij Kees de Jonge, vertrouwde een medewerker van de uitgeverij me toe. Ik moest echt heel goed nadenken over je vraag wat grappige Nederlandse boeken zijn, schreef Guus Hoogaerts. Terwijl bijvoorbeeld boeken van Engelse schrijvers als David Baddiel, Ben Ethel en Stephen Fry me tegelijk binnenschieten. De meest humoristische boeken schreef een meneer genaamd Kees van Buren, nou, mijn oude leraar Nederlands, een man op wie ik altijd terugval, zijn te vinden in de 19e eeuw, waarin er sprake was van een fel beleden humorcultus in de Nederlandse literatuur, waarmee de romantici hun sombere wereld bestreden. En nu we toch bij meneer Van Buren zijn aanbeland, daar is het bij mij allemaal begonnen. En het is in deze lezing een beetje te kort om te vertellen hoe ik in de literatuur ben geraakt, maar wel dat ik zeer ernstig was toen ik begon met lezen op mijn middelbare school. En dat lag niet aan Van Buren, die ons wel degelijk en mij wel degelijk literatuur met een humoristische inslag probeerde bij te brengen. Piet Paaltjes, schoolmeester. Maar, en ik las die boeken ook wel, maar zoals Klofske zegt, er zit een houdbaarheidsdatum aan humor. Wat we het ene moment nog leuk vinden, dat vinden we een paar jaar later eigenlijk niet leuk meer. Hè? Als Paul de Leeuw avond aan avond dezelfde grappen maakt, waarmee hij eigenlijk bezig is, dan merk je dat de aandacht voor Paul de Leeuw begint te verflauwen. En ik hoop niet dat ik iemand beledig als ik zeg dat ik bijvoorbeeld bij een stylist als Gerard Reven zijn latere werk, hoewel de humor nog steeds erg groot is, minder humoristisch vindt dan zijn vroegere boeken. Van Buren heeft ons ook iets anders bijgebracht, namelijk het absolute hoogtepunt in de vaderlandse humorliteratuur, namelijk het grafschrift dat de schoolmeester schreef voor Poot. U kent het ongetwijfeld allemaal, hier ligt Poot, hij is dood. Een tijdje terug was ik in Groningen om bij een kerk, een heel mooi oud kerkje, te worden gefotografeerd. En ik wandelde in afwachting dat de fotograaf klaar was met het opzetten van zijn spullen over dat kerkhofje. En toen vond ik een zerk en daar stond een stukje grafpoëzie, afgemat door hoge jaren, uitgeteerd door ziekte en pijn, moest zij in een grafkuil dalen en een prooi der wormen zijn. Ja, u lacht erom. Maar is dit nou humor? Of is dit een soort zwaar gereformeerde, nou ja, waarschuwing? Ik kwam ergens anders, kwam ik ook een steen tegen. Sta, wandelaar, en lees wiens overschot hier zij. En denk eraan, dit lot treft vroeg of laat ook mij. Ja. En ik kwam daar van thuis en toen ben ik me in grafschriften en humor gaan verdiepen. Dat bracht me uiteraard weer bij Poot. En bij de beroemde uitspraak van Karel van Dreven. Die heeft in zijn Huizinga-lezing de literatuurwetenschap als zinloos bestempeld. Omdat deze niet in staat zou zijn om aan te tonen waarom hier ligt Poot, hij is dood. Waarom dat wel literatuur is. Maar waarom het volgende grafschrift nauwelijks. Hier ligt Reven, hij kon niet langer leven. Nou, ik heb daar die humorformule van Krichtofovies op losgelaten en ik moet zeggen dat ik er ook niet echt uitkom. Ik vond wel nog een heel erg leuke van Komrij overigens. Hier ligt Komrij, ik denk dat ik omrij. Ik heb er in de tijd ook eentje gemaakt voor Van Buren, wat je spelde als Van Buren, B-U-E-R-E-N, Buren. Hier ligt Van Buren. Het mocht niet langer duren. En op de middelbare school, ik zat met Bert Natter op school. Wij waren toen al in de literatuur en wij keken op tegen schrijvers. En we waren daar zeer, zeer, zeer ernstig
mee bezig. En op een gegeven moment is die droom ruw uit elkaar gespat. Dat literatuur iets ernstig moest zijn. Dat was toen we in het Letterkundig Museum waren. En in het Letterkundig Museum, wat sowieso een genot was om daar rond te lopen. Daar lag een vitrine met een gedicht van de dichter W.C. Kloot van Neukema. Ik heb dit laatst op een middelbare school in Den Haag verteld. Voornamelijk allochtone jongeren. Een jongen van, is dat een echt bestaande naam? Ja, W.C. Kloot van Neukema is een echt bestaande naam. Een echt bestaand pseudoniem van Edu Perron. En die had een prachtig gedicht geschreven, Liedje voor een oude hoer. Wellicht kent u het. Ik zal het even citeren om u te vertellen waarom wij onder de indruk waren wat er vervolgens gebeurde. Daar dacht dus dat gedicht van W.C. Kloot van Neukema. Liedje voor een oude hoer, heette het. Zolang je kunt graaien, naar ballen doen laaien, de lullen en draaien ze glad in je hel, zolang zal je blijven, het wijf van de wijven, die wrijven de stijven tot lappen rouwvel. Een mooi ingetogen gedicht. En wij bekeken dat gedicht en er was niemand anders in het Letterkunde Museum op één oude statige heer na. En die oude heer die kwam eraan lopen, die liep naar die vitrine en wij stonden een paar schappen verderop om te kijken hoe die daarmee om zou gaan. Dat was een van onze favoriete gedichten en de oude meneer boog zich over de vitrine heen, las dat gedicht. Bleef langdurig staan. En toen hij het uit had, richtte hij zich statig weer op. En hij liep door. Zonder enige emotie op zijn gezicht. Terwijl wij dat gedicht toen schaterlachend gelezen hebben. En dat was het moment dat voor mij, toen gingen de remmen los. Hoe kan het dat iets wat echt bedoeld is om te lachen, hoe kan je dat zonder een spier in je gezicht te verrekken tot je nemen? Ik was toen nog niet op de hoogte van de humorformule van Igor Krichtafovich. In ieder geval, wij zijn toen, wij keken met verbijstering naar die man. En we hebben toen bedacht, hier moeten we een daad gaan stellen. Hier moeten we iets gaan doen. Toen die verdwenen was, toen waren Bert en ik met z'n tweeën over. En toen zijn we, er had toen nog het Letterkunde Museum, dat was nogal amateuristisch opgebouwd. Namelijk dat de wrijfletters en de plakleiders van de kaartjes erbij, die lieten makkelijk los. Dus toen zijn we gewoon voor de grap namen gaan veranderen. Kijk, Jan Wolkers in Jan Wokkel, dat was niet zo heel erg moeilijk. Want een K kan je bij wijze van spreken overal vandaan halen. Maar we hebben ook van Ina Bouvier Bakker, is het ons gelukt met overal namen, letters vandaan te halen om daar Ina Bouvier Blaffer van te maken. Wat ons erg leuk leek, dat schoolklassen die dan later langs zouden komen, dat dan zouden zijn. En van Cola de Brot Light. Bert had ook een pakje Bambits bij zich. En toen zijn we het beeld, er staat een prachtig beeld van Leo Vrooman. Maar met de prachtige neus van Leo Vrooman ook al heel mooi pontificaal. En we zijn dan met een heel pakje Bambits, zijn we die neus nog groter gaan maken. Enfin, we gingen daarin in helemaal los. Ik kan er nog uren over vertellen, gaan we straks bij de nazit doen. Oké, ik wil terug naar het literatuur-humoronderzoek dat ik gedaan heb. Ik heb 36 mensen in mijn omgeving gevraagd om vragen in te vullen naar aanleiding van humor en Nederlands literatuur. Welke humoristische boeken zouden zij met name willen noemen? Om welke boeken hebben ze echt geschaterd? Welke lachwekkende scènes zijn hen bijgebleven? 24 van de door mij aangeschreven schrijvers hebben gereageerd. Onder hen niet de minste, Dijkshoorn, Zwagerman en zelfs Ed van Ede. En ik heb destijds lang nagedacht wat ik met die data aan moest. En ik dacht, misschien is het wel een leuke geste als ik hier met u eens wat jonge schrijvers, jonge humoristische schrijvers in de lucht gaat houden. Dat ik hier namen ga noemen en dat u over de stad gaat uitspreiden. En dat deze bijeenkomst ook nog eens iets van een zending meekrijgt. Het viel mij op dat in de namen die genoemd werden, dat daar weinig vrouwen bij waren. Renate Dorrestein werd één keer genoemd, Charlotte Mutsaars, Henriette van Eyck, de mij onbekende Annegine Goemans, die overigens werd genoemd door haar man. Er werd ook maar één keer een allochtone schrijver genoemd, Yusuf El Halal.
Maar daar bleek inderdaad een Nederlands schrijfcollectief achter schijnt te gaan. Ernest van der Kwast. De jongste schrijver die werd genoemd, dat was David Pefko. Die vorig jaar debuteerde met het boek Levi Andreas. Hoewel het ook kan zijn dat Levi Andreas debuteerde met het boek David Pefko. Voorts werden er drie 19e eeuwse schrijvers genoemd. De schoolmeester Piet Paaltjes en Multatuli. Waarbij aangetekend dat het wel allemaal door mijn oude leraar Nederlands, meneer Van Buurt. Sommige deelnemers leken zich een beetje te schamen voor hun literaire voorkeur. Adriaan en Olivier van Leonard Huizinga werd een paar keer genoemd, maar wel onder de toevoeging: ik weet niet of dit wel mag, of dit wel literatuur is. Er kwamen ook wat geheimtips voorbij en ik ga u vragen om daar nu aantekeningen van te maken. Rob van Essen, Hans van der Beek, Maarten van Roosmalen, inmiddels al goed verkocht, Jeroen van Baren. Maar het waren helaas toch ook de grote jongens die nog steeds het vaak werden genoemd. Remco Kampert deed uitstekend mee, Godfried Bomans, Bob de Nijl. Simon Kamichelt kwam zelfs tot mijn verbazing nog vaak voorbij. Kees van Kooten, Gerard Reven, Dimitri Verhulst, Ernest van der Kwast, P.F. Tomezen. Maar, en dat vind ik wel leuk om dat hier in deze kerk met galmende stem te mogen verkondigen, de meest humoristische schrijver van dit moment is, naar aanleiding van een gedegen literair onderzoek in mijn kenniskring, Herman Brusselmans. Dus dat is een naam die ik u hier wil meegeven. En om te besluiten met een beetje een pathetische oproep. Kijk, de wetenschap die heeft zich, die verwaardigt zich aandacht te besteden aan literatuur. En dat is natuurlijk al een enorm voorrecht. Ik heb nog nooit gehoord van een faculteit die zich bezighoudt met de fenomenologie van modeltreinbouw of de perceptie van korfbal. Maar dat de wetenschap zich met zoveel verve op ernstige letter heeft gestort, dat grenst wat mij betreft aan het ongeloofwaardige. En bladerend in al die literatuur, geschiedenissen en theorieën, wat ik de afgelopen jaar heb gedaan, werd het me steeds meer duidelijk, wat Ed ook al zei, dat de schrijvers die tot de kanon van de literatuur doordringen, serieus moeten zijn. Of serieus moeten zijn geworden. En dat is omdat wetenschap en humor elkaar niet verdragen. En ik hoop dat de studenten hier ook aanwezig zijn. De wetenschap houdt zich over het algemeen bezig met de allermoeilijkste, alleronderdringbaarste, allermeerduidigste literaire werken. En de bestudering van literaire werken wordt door de wetenschap beschouwd als een serieuze zaak. En vandaar dat serieus literatuur de voorkeur heeft van hen die haar beschouwen. Want dan nemen ze zichzelf ook serieus. Iedereen die logisch nadenkt, begrijpt dat het bestuderen van literatuur of van welke kunstvorm dan ook nooit een wetenschap kan zijn. Maar goed, dat is een totaal andere discussie. Het is ondoenlijk om op grond van een beschrijving van bestaande literatuur wetmatigheden te ontdenken die op toekomstige literaire verschijnselen van toepassing zouden kunnen zijn. Want zo'n wet is dan namelijk een dogma en dogma's en kunst verdragen elkaar niet. Wanneer een werk vervolgens niet in een theorie past, dan zou het geen literatuur zijn. En er zijn nog steeds wetenschappers die denken te kunnen uitmaken wat literatuur is op kosten van de hardwerkende samenleving. Boeken waarover dergelijke oordelen worden geveld, zijn vaak werken die worden gerekend tot het lichtere genre. Schrijvers als Kees van Kooten, Arne M. G. Smit, Levi Weemoed, Herman Brusselmans. In de muziek is dat niet anders. De componist Hendrik Andriessen heeft die mentaliteit eens treffend gekapiteld, sprekend over het verschil tussen Duitse serieuze muziek en Franse frivolen. De Duitsers graven heel diep, maar wat vinden ze eigenlijk? De Fransen graven helemaal niet, want ze weten, de waarheid ligt net onder het oppervlakte. Een schrijver als Herman Brusselmans, die jarenlang warm menselijke, diepgevoelige, hilarisch grappige boeken schrijft, krijgt van de wetenschap nauwelijks aandacht, want daarvoor zijn zijn boeken te veel gespeend van ontzag voor literatuur. Ik hoop dat ik u een beetje heb laten nadenken dat er niets onwetenschappelijks aan humor is. De literaire stijlfiguren en het vakmanschap bij lachopwekkende teksten doen niet onder voor de stijlfiguren en het vakmanschap bij ernstige teksten. Om nog één keer terug te komen op Karel van het Reven. Mijn belangstelling voor literatuur, schreef hij in Afscheid van Leiden, is een heel andere dan die van interpreteren. Mij interesseert niet de enige verborgen betekenis. Mij interesseert de werking, het effect van zo'n tekst. Ik wil weten waardoor die werking en waardoor dat effect veroorzaakt wordt. En dan is er, en nu ga ik afronden, nog iets. Literatuur kan ook, dat is een tak van wetenschap die nog nooit is onderzocht, een medicinale werking hebben. Door te lachen
ondergaat het lichaam, het menselijk lichaam, een chemische reactie die activiteit bevordert van lymfocyten, oftewel natural killer cells. Deze witte bloedcellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem en ze helpen om ziekten te voorkomen en te bestrijden. Lachen wapent de mens tegen virussen en kwaadwillende cellen. Ook komen er pijnstillers vrij, wordt de bloeddruk verlaagd en neemt de bloedstroming toe. Lachen is dus, zoals al in het begin werd gezegd, met recht heel erg gezond. En boeken zouden hierin een grote rol kunnen spelen. Laten wij, beginnend hier in deze kerk in Utrecht, een lans breken voor humoristische boeken. Tegenwoordig lachen mensen gemiddeld nog maar 6 minuten per dag. En het is veel minder dan in voorgaande decennia. Kinderen doen het ruim 400 keer, volwassen mensen op zijn hoogst 15 en bejaarde mensen lachen vrijwel nooit. Het is een wetenschappelijk feit, wie lacht leeft langer. Humoristische schrijvers zouden eens wat vaker moeten worden gezien voor wat ze in feite zijn. Levensredders, mensenredders, mogen het zo zijn.